Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag geen verzoekje, even niet. Ik heb er genoeg, maar vandaag doe ik even wat anders. Ik wil al een tijdje iets doen met lamsvlees. Ik raak ook geïnspireerd door een video van Jan Tom Jan. Die deed iets met lamsvlees onlangs. Maar ik dacht dus, ik ga lamsgehakt halen bij de slager. En ik haal bij de kaasboer Manchego. En dan maak ik een lekkere lamsburger met Manchego. Lijkt me echt fantastisch. Lina. Nou, Lina die loopt hier rond. Maar die had geen zin om op tafel te springen. Die komt vast zo nog wel in beeld. Oké, mensen. Ik heb honger. Het is lunchtijd geweest. Blijf vooral kijken. Ah, daar ben je. Baasje gaat lekkere burgers bakken. Hey. Ik heb hier alle ingrediënten. Ik heb hier lamsgehakt, 200 gram. Ik heb hier een mooi stukje Manchego. Heerlijk, ik heb hem al een beetje gegeten. Het is echt fantastisch lekker, goede zuurgraad. En hij smelt als een malle, dus dat is heel fijn. Een eitje voor door het gehakt. Hier een tomaatje voor op de burger. Peper en zout. Sla. Twee burgerbroodjes. Augurkenblokjes. En dan heb ik hier koriander, oregano, gerookt paprikapoeder en komijnzaad, oftewel jinten, voor door de burgers. Nou, we gaan beginnen. Even deze openmaken. Ik doe hem gewoon door de helft. Zo, als je het goed weer pakt. Lientje. Nou. Dan verdeel ik dit stukje gewoon in tweeën. Oh nee, eerst kruiden, mensen. Jongen, jongen. Even kruiden. Gewoon van alles een beetje. Een beetje komijn. Allemaal een theelepeltje of zo. Een beetje gerookt paprikapoeder. Oregano. Koriander. Een beetje zwarte peper. Het zout doe ik pas als laatste. Even naar beneden. Oh, dat ruikt heerlijk. Fantastisch. Nou, eitje er doorheen. En dan heb ik waarschijnlijk ook nog iets van paneermand nodig. Hoop dat ik dat nog heb. Maar anders gooi ik er bloem doorheen. Ik heb inderdaad geen paneermeel meer. Dus ik doe een beetje bloem. Om hem weer wat steviger te maken. Zo. Twee stukjes verdelen. Zo. Nou, ik heb even het plan gewijzigd. Ik wilde ze in mijn hamburgerpers doen, maar dat lukt niet helemaal. Het is nog steeds een beetje zacht, maar ik wil niet meer bloem toevoegen, dus ik plets ze gewoon in de pan. Dus ik maak er een soort van smashburger van. Even de broodjes toasten. Ingesmeerd met mayo uiteraard. Dat doe ik eigenlijk altijd. Klaar. Pan is goed heet. Zo, prachtig. Nou, dan gaan we nu de burgers in de pan gooien. Kijken of we niet plakken. Rustig doen. Ja, gaat goed.
Een beetje voorzichtig doen. Zo. Dan snij ik ondertussen even de tomaat in plakjes. Ik denk dat ik er 2 per burger doe. Zo. Oh, ruikt echt lekker. Dan snij ik ook meteen de manchego. Ik hou nog een lekker stukje over voor vanavond. Ik weet niet of je nou die korstjes op kan eten of niet, maar ik snij ze er wel even af, want dat gaat niet smelten, ben ik bang. En weer terug naar de burgers. En ik vooral bij het intro, ik heb ook nog wat uitjes en een paar halve ringetjes erbij. Ik ga niet moeilijk doen, ik ga ze niet karamelliseren of zo, gewoon even een beetje grillen, klaar. Gelijk de manchego erop. En even een deksel erop. Zo, ik heb de uitjes er inmiddels uitgehaald. Dus nu nog even wachten tot de kaas een beetje gesmolten is. Klaar. Doe de pan uit. Een beetje zout eroverheen. Oké, ik ga de broodjes afmaken. En ik doe ook een beetje mosterd op de broodjes. Wat ik ook niet laten zien in het begin, dat verzin ik eigenlijk nu net. Ik doe verder geen saus, maar die mosterd is wel heel goed bij de manchego. Dit is weer kremska uit Polen. Zo. Dan doen we een beetje ijsbergsla op de onderkanten. Zo. Dan doe ik. Nou, ik denk dat 1 plak tomaat gewoon genoeg is. 1 plakje tomaat per burger. En dan die heerlijke lamsburgers met manchego kaas. Dan doen we daar bovenop wat uitjes, uiringetjes. En als laatste wat augurk. Dit lijkt me echt een fantastische burger. Kapjes erop. Prachtig mensen. Nou, ik ga eten. Dit lijkt me echt verschrikkelijk lekker. Je zit op mijn stoel, poppetje. Niet naar de felle kant. Ga maar op de tafel. Hé. Hey. Nou. Prachtig mensen. Daar gaat ie. Proef meteen de komijn. Het waait keihard. Ik moest straks naar mijn werk fietsen, naar Woningsveen. Nou ja, als het maar niet gaat regenen. Dit is weer een goeie voor de barbecue. En het vlees komt van de slager, van de beste slager in Gouda. En van de beste kaasboer in Gouda. En die zitten naast elkaar. De korte Tiendeweg, links op het hoekje. Heerlijk, echt een hele goede combi dit. Mosterd. Oh, heerlijk, dat zuurtje van de augurk. Oh, zalig. Ieder hap smaakt anders. Heel goed. Nou, mensen, gaan dit thuis maken zou ik zeggen vandaag. Echt zo lekker. Ik kan er verder weinig over zeggen, het is gewoon weer een fantastische burger. Ik ga het zeker vaker maken zelf ook. Dus mensen, allemaal hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen of te abonneren
of te reageren. Kijk maar, dat zou ik heel fijn vinden, daar help je mijn kanaal ook mee. Ah, kijken wie komt er op het laatst binnenvallen. Lientje. Hey. Ik geef jou zo een snoepje als de camera uitstaat. Mensen, fijne dag en tot de volgende. Doei!